Als je een productnaam moet maken en er is geen tekening van, dan kun je zelf aan de slag met handmeetgereedschap. Maar dat valt allemaal niet zo mee met schuine kanten en radiussen en zo. Laat staan als de vorm iets complexer is. Dan is een 3D-meetmachine natuurlijk veel makkelijker. Nou, dan begin ik met het maken van een uitrichting. Dat het product in ieder geval recht op de machine ligt. Dan moet ik eerst opgeven wat het beginpunt is van de onbekende contour. Laten we zeggen hier. En het eindpunt. Hier. Zo. En dan door alleen op te geven waar het begin en het eindpunt ligt, weet de software genoeg en tast de machine de onbekende contour af. Inmiddels staat die op mijn scherm. De gemeten contour sla ik op als DXF-bestand en dat kun je dan weer makkelijk importeren in elk CAD-programma. Heb je nou ook iets te meten, zoals een onbekende contour? Dan hoor ik graag van je. Dag!